thuis, ik ging bijna nooit weg. Dus ik zat wel tussen vier muren. Ik zat wel en alleen maar op de bank zitten en niks doen. Het bedrijf ging failliet, dus dat stopte. Toen ben ik inderdaad gaan solliciteren. En dan meestal krijg ik te horen van ja of nee. En meestal, ja. In mijn geval heb ik bijna altijd nee gehoord, omdat ik te oud was. Tijdens de WW kreeg ik ook last van mijn nek. En daar ben ik aan geopereerd. En daar heb ik nu een beschadigde zenuw aan overgehouden. Daar ben ik ongeveer 5 jaar lang werkloos geworden. Toen kwam ik op een gegeven moment in een uitkering te zitten. En via de uitkering kregen we een oproep of we aan sport wilden doen. We gaan bewegen. Ga je met een bewegingsexpert, ga je allerlei oefeningen doen, weet je, om conditie te blijven. Ik vond het leuk, want ik was er altijd. Ik was er wel blij mee, eigenlijk. Een van de mensen die hier die sport gaven, dat was Roos. Die sprak met die mensen hier en die mensen vroegen van joh, is er eentje in jullie groep die misschien een keertje als vrijwilliger iets wil doen hier. Ik heb ongeveer 1,5 maand als vrijwilliger gelopen en toen werd het toen waren zij tevreden. Ik had het ook enorm naar mijn zin. En toen is het een arbeidscontract geworden. Ik was wel blij dat ik na 5 jaar thuis uiteindelijk weer wat kon doen. Toen word je niet vrolijk van om thuis te zitten. Ik heb hier even uitkiezen. Ik ben een stuk gelukkiger, ja. Ja, dat wel. Ja, ja, zeker, zeker. Omdat je natuurlijk nou ergens naartoe kan gaan. Hè. Ik bedoel, je hebt ook je sociale contacten. Dat verlies je ook als je thuis zit. Veel vrienden heb ik niet. Dus ja, en die vrienden die ik heb, die werken ook allemaal. Dus daar kan je ook niet constant mee lastigvallen. Natuurlijk, dat ga ik ook niet doen. Je raakt in een sociaal isolement. Dat is wat als je werkloos bent. Ik ben hier aan het werk dankzij Bewegen naar Werk. Maar er zijn duizenden Rotterdammers die ook deze hulp hard kunnen gebruiken.